Dames en heren, goedenavond. Dan volgt nu de uitslag van de tweede trekking van de 820ste staatsloterij. De ruim 290.000 prijzen in deze trekking, samen zo'n 11 miljoen gulden, zijn als volgt gevallen. De prijs van 20 gulden gaat naar alle loten die eindigen op het cijfer 7. De prijs van 50 gulden valt op alle loten met de eindcijfers 8, 9. Nog een prijs van 50 gulden valt op alle loten met de eindcijfers 6, 6. En de laatste prijs van 50 gulden valt op alle loten met de eindcijfers 8, 9. Een prijs van 100 gulden valt op alle loten met de eindcijfers 7, 8, 7. Nog een prijs van 100 gulden valt op alle loten met de eindcijfers 8, 5, 0. Een prijs van 250 gulden valt op alle loten met de eindcijfers 3, 6, 5. Nog een prijs van 250 gulden valt op alle loten met de eindcijfers 6, 3, 0. De prijs van 1000 gulden is gevallen op alle loten met de eindcijfers 2, 9, 7, 2. Nu de prijs van 2000 gulden. Deze is gevallen op alle loten met de eindcijfers 0, 1, 8, 2, 1, 9. Nu volgt de prijs van 20.000 gulden. En deze is gevallen op alle loten met de eindcijfers 0, 6, 2, 4, 1, 2. En tenslotte de prijs van 50.000 gulden. Deze is gevallen op alle loten met de eindcijfers 0, 7, 1, 2, 2, 8. Tot zover de tweede trekking. De volgende trekking wordt morgen uitgezonden op Nederland 3 om 10 minuten voor 8:30. Namens de Staatsloterij wens ik u een goede avond. Het in de gidsen aangekondigde RVU-programma Present on the Ice wordt verschoven naar een nader te bepalen datum. De Teliak-reeks Culturele Antropologie wordt aanstaande vrijdag 23 augustus op Nederland 2 uitgezonden om 10:55. En dan nu, tot aan het 10 uur journaal, een extra editie van NOS Laat. Goedenavond. Extra uitzendingen van NOS Laat vanavond. Nu de wereld verbijsterd en wat verdoofd afwacht wat er in de Sovjet-Unie gaat gebeuren. Nu Michail Gorbatsjov is afgezet. Over deze staatsgreep hebben we het in NOS Laat tot 10 uur. Dan het 10 uur journaal, het sportjournaal. En dan zijn wij er weer van 10:30 tot 10:45. De politieke evenwichtskunstenaar uit het Kremlin is dus gevallen. Hij balanceerde 6 jaar lang tussen hervormen en behouden. En de wereld keek ademloos toe. Toen hij door zijn rivaal Jeltsin en door het Westen gedwongen werd te kiezen voor de hervormers, sloegen de behoudende communisten toe. Er waait weer een koude wind door de zomerse straten van Moskou. Eerst maar een overzicht van deze historische dag, 19 augustus 1991... waarop een tot op het bot verdeelde, nucleair bewapende supermacht het toneel werd van een militaire staatsgreep.